De zon breekt door. Er branden kaarsjes achter ons voor de goede afloop. Ja. RTV Borne praat vandaag met Arno Spekschoor, beoogd wethouder voor Borne. Ik wil zo beginnen. We hebben overigens afgesproken dat we tutoyeren. Ja. Arno, mede namens RTV Borne, van harte welkom. Dank je. In Borne. Ja, dankjewel. Ik begin met deze vraag. Vind je het niet bijzonder dat er in heel Borne geen opvolger voor CDA-wethouder Herman Mulder is te vinden? Nou ja, misschien wel kwaliteiten, maar mij heeft gewikt en gewogen bij het CDA. En ik heb begrepen van de CDA Borne, ze hebben heel breed opgeroepen om te reageren. Heb ik ook gedaan. Ja, en dan maken ze een afweging wie in deze situatie, met deze portefeuille, in deze omstandigheden, ja, het beste poppetje is die daar past. En ja, op mij is de keus gevallen, heel gelukkig. Ja. Ja. Het Bornse CDA vind je dan als raadslid in de gemeente Bronckhorst? Ja. Klopt, hè? Ja. Wat neem je daarvan mee? Och jee. Wat, of zelfs, en viel je daar op? Nou, in de ogen van het CDA, kennelijk. Nou, ik misschien heb waar ik in ieder geval bekend is wel het contact met mensen. Daar gaat het om. Het is mensenwerk. Als het goed gaat of minder goed gaat, blijf in gesprek, blijf aan het praten, blijf uitleggen. Dat is mijn stijl. Bronckhorst kent een groot buitengebied, dus hier wat minder, maar ook wel kwetsbaar, geldt daar ook. Dus ik zie heel veel parallellen als het gaat om, nou ja, een stukje stedelijke ontwikkeling, het groen, het Twentse landschap, de cultuur. Achterhoek en Twente lijken op elkaar, het dialect al een beetje, ja, maar ook van hoe ga je met elkaar om, het noordenschap. Allemaal elementen die ik daar geproefd heb en hier ook terug zie komen. Ja. En in hoeverre zie je die hier waarschijnlijk ook terugkomen? Ik begrijp dat Bronckhorst een gemeente is met meerdere kernen. Ja, zo'n 44 kernen en buurtschappen. Ja. Dus, beetje vergelijkbaar met, of in die zin vergelijkbaar met Borne, Zenderen, Hertmen. Ja, maar dan heb je ook heel kleine buurtschappen. Maar het mooie is de traditie die er zijn in die kernen en de saamhorigheid en het betrekken van jong en oud bij activiteiten. En die sociale samenhang is erg hecht. En vogelschieten festiviteiten in Bronckhorst is alom, hier ook. Dus tradities zijn er mooi, moet je in ere houden. Maar ik zie in die zin veel parallellen, maar alleen daar meer landelijk als hier. En een andere regio. Twente is toch een andere regio als Achterhoek. Maar ik heb er heel veel zin aan. Ja, en ook een paar inhoudelijke aspecten kan ik heel veel vertellen wat ik allemaal gedaan heb. Maar ik zie heel veel parallellen met de Achterhoek en met Bronckhorst. En ik dacht, dit kwam voorbij. Mooie gemeente. Ook een manier van samenwerken in de raad waar me aanspreekt. En ik heb ook eerder gezegd van ja, dit is een lastige tijd voor de samenleving. Ja. En ik ontloop niet de verantwoordelijkheid. Ja. Misschien dat die kaarsjes helpen. Zou kunnen, maar ik denk dan aan meerdere dingen. Ja. Maar ik vind het altijd wel passend aan als ik kan een kaartje opsteken, ja, voor mensen die lief zijn of anderszins. Oké, okay. Prima. Je zou gezegd hebben, de berichtgeving tot nu toe is nog niet al te overvloedig. En dat citeer ik, dat je wel in zou zijn, letterlijk, voor een wethoudersfunctie elders. En dat is dan kennelijk Borne geworden. Mm-hmm, ja. Of dat gaat het misschien, ja, worden. Ja. Want zover is het toch niet. Klopt. Van waar? Je bent ooit wethouder geweest. Ja, hè? Totaal zo'n ruim 6,5 jaar in Bronckhorst. Ik heb de poosje mogen doen. Ik ben er erg dankbaar voor om dat te mogen vervullen. Maar het geeft ook heel veel energie om wat te betekenen voor de samenleving. En mijn omgeving, ook adviseurs geven aan hoe dat vak, dat ligt jou zo goed. Blijf daar, ga ermee verder. Ja. Onderhandelingen en de politiek is ongewis. Ja. Maar het zou jammer zijn
voor het CDA of anderszins, ja, dat je zegt van ik pak de bisico niet meer terug. Ja. Dus ik ben wel bezig oriënteren van nou, er komt een plek vrij. Maar cruciaal is van je moet eraan toe zijn en er moet een omgeving zijn waar je zegt, nou, er is, ja, een manier van werken waar je in thuis voelt en een cultuur waar je in thuis voelt. Maar je bent dus ooit, of je bent hiervoor ook wethouder geweest. Ja. Later werd je raadslid. Klopt. Dat wethouderschap van toen, komt dat nu weer op? Speelt, ja, dat weer op? Of, ja, hoe, ja, gaat dat? Nou ja, je hebt inzichten. Je weet hoe het bestuurlijke werk er toe gaat. Je hebt netwerken. Je kent de portefeuilles. Ik had in Bronckhorst financiën, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, regiozaken en ook een poosje afval, milieu en duurzaamheid. Een vrij fors pakket. Maar goed, er was ook te nodig mee te doen. Ja, en als je helemaal daarmee behept bent, ja, dan denk je van ja, bloedkruip en die gaan kan. Ja. Als weer een kans voordoet in een streek, in een regio waar ik pas, dan ben ik er voor in. Ja. Ja. Dus daar ben ik hier. Ja, oké. Okay. Dus je kent de beide kanten van een tafel. Ja. De ene kant wethouder, de andere kant ooit raadslid. Of, ja, nu nog, hè? Nu nog raadslid, nu maar nog. Ook voor wethouderschap ook, ja, een heel veel jaren raadslid geweest. Akkoord. Dus doorgestroomd, ja. Oké, okay. Goed. Een artikeltje in de, echt een artikeltje in de regionale krant zegt dat Borne voor jou geen onbekend terrein is. Ja. En dan komt er een zin. Hij kwam er beroepshalve al eens in het kader van de groenvoorziening. Ja. Wat moet ik daarachter zoeken? Nou ja, dat zou zeggen, die zin klopt niet. Ik heb jaren bij de LTO gewerkt. Die had de zusterorganisatie Stimulant. En die was bezig om het landgebied te transformeren naar meer duurzame landbouw, toerisme en recreatie stimuleren. En Stimulant was een soort dochter van de LTO. En ik ben toen doorgezocht van LTO naar Stimulant toe. Heb ik kantoor hier in Borne geopend. Ja. Het kantoor voor Twente. Met een team van mannen, 5, 6. Ja. Ik was regiocoördinator om te kijken hoe kunnen we ook in het Twentse, ook landbouw, het landgebied mee helpen veranderen, ja, naar een wat duurzamere vorm. In welke hoedanig ook biologisch of, ja, meer richting streekproducten. Allerlei projecten werden uitgevoerd, ja, door Stimulant voor het landelijk gebied. Combineerde je dat toen met raadswerk? Of ja, Twente? Ook raadswerk, ja. Ja, 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 goed. En ja, ik vond het een beetje merkbaar in het kader van groenvoorziening. Ik, ja, denk, is dat nou een oppertuinman of zo die, nou ja, die hier het zaakje aanharkt? Ook een mooi vak. Ja, maar, ook een mooi vak. Ja. Ja. Nou, over aanharken gesproken, wie weet. Ja. Ja. Je kent de portefeuille van Mulder. Ja, klopt. Ik noem een paar dingen. Educatie, ja, omgeving, vrije tijd en dan vooral financiën. Ja. En dat is niet niks. Nee, klopt. Klopt. Ja, zo goed heeft het Rijk financieel gezien niet zo voor met gemeenten. Scheutig is het niet. Nee, en ik voorzie ook zware tijden, ja, landelijk voor alle gemeentes. Ja. Bedoel, sociaal domein, jeugdzorg blijft financieel toch wel een behoorlijke dobber. Ja. Komt corona overheen. Ja. Nou, na corona krijg je natuurlijk wellicht meer richting bijstandsaanvragen. Maar vooral, en vind ik wel heel erg vervelend, dat ook een rijkskorting komt op de gemeentefonds. Ja. Nou ja, tel maar op. Dan wordt het een hele lastige situatie, los van de ambitie die je als college nog hebt. Ja. Dus dat wordt keuzes maken en met elkaar kijken van hoe kunnen we daar in Borne een goede weg in vinden. Ja. 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 Het is te hopen. Ja, maar goed, ook dat is iets van, hij moet het samen doen. Hè. Ik bedoel, ik zie een goede relatie met de gemeenteraad. Hè. Ja. Alle politieke partijen zijn belangrijk. Hè. Je bent college en wethouder namens alle fracties en probeer het beste mee te doen. Ja. Best voor de samenleving, dus we gaan op zoek samen naar een weg, ja, waarmee je ambities kunt realiseren. Maar ook, het moet wel financieel verantwoord zijn. Ja. Nou ja, goed, en dat gaat de komende maanden zo. Ja, het grote probleem is, zo zie ik dat ook, nogal alweer enige tijd geleden is nogal wat over de schuttingen van gemeenten gegooid, hè? Ja. En ja, de buidels met geld ontbraken. Klopt. Mee eens. Er is laatst ook een rapport gemaakt over evaluatie van sociaal domein naar gemeenten, ja, overhevelend. Ja. Nou, gemeenten waren op zich daar wel genegen toe, maar het Rijk denkt, hey,
bezuinigen. Dus het is ook een spel of wisselwerking geweest, wil ik het zomaar formuleren. Maar goed, nu zit je wel met de situatie zoals die is. Ja. Ja, en dan moeten we kijken wat we als gemeenten er het beste van kunnen maken. Ja, ja. We hebben goede ingang bij de politiek, bij het kabinet. Ook in de Tweede Kamer wel. Maar goed, een voorbeeld te noemen, jeugdzorg, extra middelen, ja, tot de verkiezingen volgend jaar maart. Ja. Dan is het maar weer zien. Ja. Nou, en gemeentes moeten lang jaren vooruit kijken, hè, 3, 4, 5 jaar. Ja. Dus ik moet er flink aan de bak als gemeentes, ja, om die middelen die nu tijd toegezegd zijn, om die langer ook zeg maar, te gegroneerd te krijgen. Ja. Wat blijft er nog over van waar het Rijk toe mee aankwam? Ja, de gemeenten die staan dichter bij de bevolking. Dus die zien makkelijker wat er allemaal aan de hand is. Nou ja, kijk, ik praat even uit mijn verleden in de hand van, in de vorige gemeente kennen we elke bijstandsuitkeringsrechter, kennen wij, ja, persoonlijk. Ja. Die kun je automatisch op de persoon leveren. Amsterdam heeft duizenden mensen die in de bijstand zitten. Die worden een anoniem gebeuren. Dus het is wel iets van, dichtbij heb je echt inzicht in de situatie van een persoon aan zich. Ja. Maar of het echt gaat renderen en dan zich ook ingaan het levensgeluk, ja, en ook financieel, ja, daar is nog een weg te gaan. Ja, ik ga afronden. Maar goed. Ik heet je welkom in Borne. Dank je. Tot slot, wanneer vestig je je in Borne? Eerst dan ga ik in de weer pendelen en kijken van, is het iets dat we elkaar liggen? Dat vind ik erg belangrijk, want ik kan het wel leuk vinden, maar is het wederzijds, zeg maar. En ik heb hiervan gezegd van, nou, eerst tijd in de weer pendelen en daarna ga ik me geleidelijk aan hier definitief vestigen. Dat is hier wel de intentie, maar eerst maar eens kijken van, hoe kijkt de Raad tegen mij, hoe kijkt de CDA tegen mij aan en omgekeerd. Ja. En dan gaan we daarna wat kijken hoe we die definitieve vestiging precies vorm gaan geven. Ja. Mag ik dat een proeftijd noemen? Mag je rustig zeggen, maar ik ga er vol voor. Ja. Ik heb twee standen, niks of vol gas. En mij is het laatste dan hier aan de orde. Oké. Okay. Op de weg wordt ook gas gegeven. Ja, maar daar moet je mee oppassen. Arno, bedankt. Graag gedaan.